Hoi allemaal, leuk dat jullie weer kijken. Ik ga jullie vandaag alle ins en outs over de Pukka Baby Piep slaapzak uitleggen. Dit is de slaapzak die je voor in het begin van je baby'tje gaat gebruiken eventueel. Want je kan hem van 0 tot ongeveer 3 maanden blijven gebruiken. Dit is een slaapzakje die gemaakt is van 100% katoen en in verschillende diktes te verkrijgen is. Op deze manier kan je namelijk jouw kindje op de meest veilige manier inbakeren en voorkom je kans van oververhitting, omdat dit een van de luchtigste slaapzakjes zijn. Deze slaapzakjes hebben aan de binnenkant van het slaapzakje een buikband zitten, waardoor je eigenlijk met alleen dit dicht doen jouw kindje al hebt ingebakerd. Je gebruikt deze buikband alleen om het buikje heen en niet om de armpjes. Zo hebben de armpjes nog een enigszins bewegingsvrijheid in de slaapzak zelf, mochten ze het toch fijn vinden om hun armpjes te kunnen blijven bewegen. Doordat deze band met klittenband op de buik aansluit, zorgt het ervoor voor eventueel als jouw kindje last heeft voor buikkrampjes, dat dat ook wat minder wordt, omdat het toch een beetje een kleine druk op de buik geeft. Nou, de slaapzak gaat aan de zijkant dicht met een rits, waardoor jouw kindje wel nog steeds met de armpjes enigszins ietsjes omhoog kan liggen, maar niet om zich heen kan slaan met de armpjes of eventueel in het gezicht kan slaan of krabben. Hierdoor kan jouw kindje rustig slapen en slaapt hij in een natuurlijke houding. Deze natuurlijke houding zorgt er ook voor een goede ontwikkeling in het heupgewricht bij de baby. Maar ook dat ze van de gedurende dag alle prikkels op een rustige en relaxe manier kunnen verwerken. Een kindje loopt nou de ene keer wat meer prikkels op de dag dan de andere keer. En daar kan dat samengaan met onrustig slapen. Daardoor zijn deze slaapzakken wel echt ideaal, omdat het er gewoon voor zorgt dat jouw kindje wat rustiger slaapt in de slaapzak. De slaapzak zelf, wat ik al zei, is in verschillende diktes te verkrijgen, maar ook in verschillende patroontjes. Dus vind je juist een effen kleurtje wat leuker of juist eentje met een licht klein printje, hebben ze dat in Pukka Baby eigenlijk in alle kleuren en in uitvoeringen. Nou, op het moment dat jouw kindje toch na die 3 maanden eruit is gegroeid, heeft Pukka Baby nog allemaal doorgroeimogelijkheden. Mocht je daarin geïnteresseerd zijn, kom dan even in de winkel. Daar hebben we iemand die je daar alle ins en outs over kan vertellen. En dat je het ook even zelf kan zien en kan voelen hoe het precies allemaal werkt bij jouw babytje om deze in te bakeren. Vind je zulke soort filmpjes überhaupt leuk en interessant om te kijken? Abonneer je dan op ons YouTube kanaal. Bedankt voor het kijken!